De boer waarschuwde zelfs de bronwacht die de meting verjocht had. Zelfs cameraman is krikvrij. Op het moment dat hij het idee had dat er iets aan de hand was, heeft hij snel ook de mixer uitgezet. Heeft ook direct 112 gebeld en zijn wij ook met veel mensen die kant op gegaan. En hoe is het met de boer zelfs? Het gaat goed met de boer. Hij is erg geschrokken, maar qua gezondheid gaat het gelukkig wel goed. Het lijkt erop dat hij ook door had dat er iets mis was en daardoor ook zo snel mogelijk heeft gehandeld. En dat is zijn geluk geweest. Precies een week geleden wie er extra een ongeluk met het mixen van Dong. Dat wie onder pasveer dik in Luyengeer. Trije keigong der deer. De boer kon correct op tijd uit de stal komen en moest behandelen worden door ambulancepersoneel. Ja, toch liep het erop dat boeren nog altijd net voorzichtig genoeg binnen. Kracht zit hem in de herhaling van de boodschap. Op het moment dat je dus aandacht geeft aan de gevaren van mismixen en het vrijkomen van gassen, ja, dan hoop ik dat je ook andere mensen waarschuwt. Dit soort incidenten laat toch echt zien dat je ook heel erg voorzichtig moet zijn en blijven. In 2013 badde er een slim ongeluk met gassen uit Dong in Makkingeer. Bij het skimmandje van een Dong-silo kwamen drie mensen om het leven. De onderzoeksrieën van veiligers concluderen doordat er op boerenhiem vaak te min kennis is van de gevaren van Dong.